naam altijd. Adobe User Group. Dat is echt alsof je alleen maar met Adobe creatieve dingen kunt doen. Maar goed, ja. Daar zitten de meeste creatieven. Het is natuurlijk, ik bedoel, Adobe heeft wat dat betreft echt een monopolie op creatieve tools. Ja. Zeker voor visual designers, daar is het gewoon de standaard. Ja. Als je iets anders wil gebruiken, dan betekent dat je uitsluit van andere visual designers eigenlijk. Ja, maar dat is ook weer zo'n rare redenering. Laatst vroeg ik, twitterde ik, weet iemand nog vanwege welke superfeature hij is geüpgraded naar de laatste versie van Photoshop? Ja. En ik kreeg geen antwoord. Niemand wist meer waarom die ook alweer was geüpgraded. En het enige antwoord dat ik kreeg was, ik ben geüpgraded omdat ik anders geen bestanden van andere creatieve kan openen. Dus bijna de enige reden, een soort van rare. De enige reden om te upgraden is omdat iedereen upgrade. Ja, dat is compatibiliteit. Dus ja. Als iedereen nou zegt, weet je wat, we gaan gewoon niet upgraden. We gaan terug naar 6. Er is echt geen enkele reden om te upgraden. Ja. Want Photoshop is niet beter geworden. Ik was jaren geleden ooit op een Adobe-congres. Dat was echt super interessant. Het was een echte Photoshop-kenner. Briljant figuur. Die nog helemaal uit de tijd kwam van fotobewerking. Voordat Photoshop bestond. Dus die begreep hoe het klassieke, bijvoorbeeld drums kennen en zo, hoe dat werkte, ja, wist hij precies. Ja, ja. En die vertelde dat, ging hij over de nieuwe features van Photoshop vertellen, dat was toen Photoshop 7 of zo. Uh-huh. En toen zei hij, dat is allemaal niet nieuw, dat zat al in Photoshop 2. Alleen heeft het nu een ander interfaceje gekregen. Ja, precies, ja. Dus Photoshop is eigenlijk nooit veranderd. Nee, de interface is gewoon veranderd. Ja. Ze zijn op andere plekken neergezet. Ja. Ja, dus met Word is het, lijkt het ook zo te zijn. Overigens, voordat jullie allemaal gaan mailen, ongetwijfeld zijn er hele handige dingen veranderd. Maar ik ben wel benieuwd, maar. Ik zie het eerlijk gezegd ook niet, hoor. Vertel maar wat er zo fantastisch is aan de nieuwe Photoshop. Want volgens niemand wist het meer. Want ik vind vooral hun businessmodel is zo. Ja, het is zo zuur dat je dan inderdaad weer €800 moet uitgeven om compatible te blijven. Ze zijn nog erger geworden. Ze hebben nu een maandelijks. Maandelijks, wat is het, 3 tientjes of zo? 5 tientjes. 5 tientjes, jongens. Dat gaat nergens iemand over. Iemand van Adobe die twitterde laatst van, I think that's a steal, zei hij tegen mij. Dat betekent dat het heel goedkoop is. Nou, het is helemaal niet goedkoop. Dat is hartstikke veel geld. Ja, 50 euro per maand, joh. Wauw, zoveel ben ik echt nog lang niet aan hosting kwijt. Wat veel belangrijker is. Dat is alsnog €600 in het jaar. Ja, dat is echt veel geld. Ja. In het jaar. Dus ja. Je kan niet eens kiezen om niet up te graden. Ja. Je bent geld gewoon elk kwijt. Elk jaar €600. Ja. Nou. Ja, en goed, als je kijkt naar tools en zeker freelancers. Ik bedoel, je koopt 1 keer in de 3 jaar koop je een laptop. En dat is al een hele uitgave. En deed je dan per jaar ook nog een €600. Nou, fijn. Goed, het is tijd voor alternatieven. Ja.